Appie Krijnse, volgens mij is zo'n fotosessie ook voor een coach het hoogtepunt van het jaar, hè? het is meer een plaag voor me, maar ik hoef niet zo nodig. Maar de meiden vinden het wel leuk. Het is voor een goed doel, zullen we maar zeggen. Presentatiegids moeten netjes uitzien. We hebben best een aardig mooi team. Dus moet alleen de staf een beetje wegknippen af en toe. Maar dan heb je een mooie foto, denk ik. Overbodige vraag, maar het seizoen is weer begonnen. Heb je er weer zin in? Ja. Ik heb wel een heerlijke vakantie gehad, moet ik eerlijk zeggen. Maar na zo'n lange tijd volleyballoos te hebben geleefd, is het toch wel weer gaan kriebelen. En we hebben een mooie selectie, dus het is fijn om daar weer mee aan de slag te gaan. Nog een lang nagenoten van de titel van vorig jaar? Of vorig seizoen natuurlijk? Valt mee. Valt eigenlijk wel mee. Ik heb... bij mij gaat dat snel voorbij, dus het is een mooie, leuke prestatie. Het was ook niet heel erg verrassend. We staken er redelijk met kop en schouders bovenuit. Dus in die zin, ik heb er even van genoten, maar daarna ga ik vrij snel over tot de orde van de dag. En dan zien we een selectie met twee nieuwe speelsters. Ja. Dat is op zich niet zo heel veel natuurlijk. Nee, dat is ook een groot voordeel, denk ik. Houdt in, naar mijn mening, dat de meeste speelsters erg tevreden zijn. Blij zijn met wat ze nu hebben. Dat komt door een gedegen bestuur, een fijn publiek. Afspraken worden nagekomen. Het is eigenlijk wel allemaal redelijk op orde. Het zou altijd nog beter kunnen, maar we zijn geen professionele organisatie. We zijn semi-professioneel. Maar in die zin is het inderdaad erg fijn dat wij met weinig wisselingen aan een nieuw seizoen beginnen. Ja. Wat kan je zeggen over die twee nieuwe dames, waarvan er zelfs eentje vandaag is gepresenteerd? Hè? Ja. Nou, Lisa Vossen die is gekomen in plaats van Sterre van Doren. Sterre had zich heel goed ontwikkeld in het begin. En werd een beetje minder op het einde van het seizoen. En ik vond ook dat iemand van haar leeftijd meer moest spelen. Je kunt veel trainen, maar je moet ook in het echtje gaan volleyballen. En die kans had ze bij ons wat minder. En die heeft gekozen voor een avontuur in Duitsland, waar ze wel veel zal spelen. Ik denk dat dat haar carrière goed zal doen. En vandaag is Esther Hulligie bijgetreden. Die hebben we overgenomen van Weert. Want daar waren de afspraken met Esther niet helemaal goed nagekomen. We hadden Esther al in een eerder stadium gevraagd. En die heeft meegetraind. En die zat echt te twijfelen. Heeft toen toch voor Weert gekozen. Maar Weert had daar wat dingen in beloofd. En die zijn niet helemaal uitgekomen. Dat was vorig seizoen dus al eigenlijk? Nou, dat was eigenlijk pas na de grote vakantie. En toen ging ze daar trainen. En toen bleek dat het toch allemaal niet zo waar was wat er daar was voorgespiegeld. Dus ik zeg, dan behoud ik me het recht voor om eens te gaan kijken of ik ergens anders kan volleyballen. Ja, we hadden al contact mee gehad, dus we waren snel klaar. Nu zijn jullie twee keer achter elkaar kampioen geworden. Ja, één keer natuurlijk, want daarvoor was het mijn Roosendaal. Alle blikken zijn gericht op Sliedrechtspoort. Ja, voor het tweede jaar. Ja. Ja, fijn. Dat was waar we aan moesten wennen. Of in ieder geval een zekere team aan moest wennen vorig seizoen. Ik heb gezegd, jongens, er is maar één gevaar. Iedereen gaat jullie najagen. Iedereen wil van je winnen. Iedereen wil de landskampioen wel eens beentje lichten. Dat is met mondjesmaat gelukt? Dat is een paar keer gelukt met een 3-2 overwinning. En voor de rest waren we te sterk. Hoewel, we hebben de beker niet gewonnen afgelopen jaar. We hebben echt één heel slechte wedstrijd gespeeld. En die was net toevallig in de halve finale beker. Nou, laten we proberen dat dit jaar eens recht te zetten. Maar dat is hetzelfde als vorig jaar. Ze zullen nou weer alle pijlen op ons richten. Ik denk dat wij met Alterno tot de favorieten behoren. Ja. Hou je dat een beetje in de gaten, de concurrentie? Wat die halen, wie er weggaan? En heb je het idee dat ze sterker zijn geworden? Ja, ik vind Alterno de grootste concurrent dit jaar. We hebben het grootste talent van Nederland. En ik denk dat we daar zware wedstrijden tegen spelen. Maar het wordt weer een andere competitie. Er zijn gewone play-offs. Die waren het afgelopen jaar niet. Afgelopen jaar moest je heel constant telkens je niveau halen. Met play-offs kun je hier en daar wel eens een steekje laten vallen. Ik vind dat iets makkelijker. Voor een team is het ook wel makkelijker, maar dat geldt ook voor de andere ploegen. Hè. Kijk, in de play-offs moet je zorgen dat je helemaal op het top bent op het moment dat de play-offs beginnen. Alles wat daarvoor gebeurt is niet zo van heel groot belang. Maar we willen gewoon als eerste de play-offs in gaan. En dan proberen weer een landskampioenschap binnen te slepen.
Ja, de derde op rij, maar ik kan me voorstellen dat je ook de dubbel wil halen. Want die beker, ja, dat was toch wel, dat heeft wel aan je gevreten volgens mij, die uitschakeling vorig seizoen. Hè? Ja, die was, maar had het team ook meer last van dan ik. Ja. Ik vind het absoluut niet leuk. De manier waarop was zeker niet leuk. Maar ik moet eerlijk zeggen dat ik dan ook weer na twee dagen wel daarmee klaar ben. Alleen het team had dat nog niet verwerkt. Die, ja, op een of andere manier snapt ze het niet. En ik zeg, ja, hoor bij het leven. Je verliest een keer. Het moment is alleen helemaal niet leuk. Maar je bent gevallen. Opstaan, je knieën schoon poetsen en doorlopen. Klaar. Niet zo moeilijk over doen. Wil je dit seizoen ook vooral Europees wat laten zien met deze ploeg? Ja, nou, de eerste ronde is wat gunstiger dan afgelopen jaar. Afgelopen jaar moesten we tegen Thailand, zeg maar. En die waren gewoon te sterk voor ons. Nou moeten we tegen de Cypriotische ploeg. Cypriotische moet ik zeggen. Hè? Cypriotische ploeg. En ja, daar hebben we veel meer kans. Maar ja, voor hetzelfde geld staat daar een semi-miljonair op. En die zegt, hey, ik vind volleybal leuk. Laat ik eens wat leuke speelsters kopen. En er staat weer een geweldige ploeg. Ik zie het wel als, ja, als de speelsters worden ingevuld op het lijstje. En dan weet ik tegen wie ik speel. En tot die tijd maak ik me daar niet zo druk over. Is het voor jou als coach ook belangrijk om te zorgen dat die meiden honger houden naar prijzen? Want je is twee keer kampioen geworden, de beker een keer gewonnen, de supercup gewonnen. Dat ze wel inderdaad die honger houden om weer prijzen te winnen, ook in het nieuwe seizoen. Nou ja, die houdt de sporter altijd. Anders doe je dit niet allemaal. Maar je ziet toch ook andere voorbeelden? Ja, maar volgens mij, wat dat betreft zijn deze meiden zeer professioneel, trainen hard en willen gewoon het onderste uit de kan halen. En doen er echt hun best voor. En nee, ik geloof niet dat ik iemand hier nog een worst moet voorhouden. Nee, nee.